ben begonnen met handbal toen ik 5 jaar oud was. En kwam eigenlijk altijd in de sporthal met mijn ouders, die deden handbal. Mijn zus deed handbal. Toen heb ik mijn eerste training meegedaan. En toen ben ik eigenlijk nooit meer weggegaan. En zo via een paar clubs in Nederland ben ik in Denemarken terechtgekomen. Ik denk dat de Nederlandse cultuur best wel op de Deense cultuur lijkt. Ik denk dat het wel makkelijk was om zich aan te passen aan de Deense cultuur. Dat je een beetje als thuis voelt, alleen net wat anders. Je laat natuurlijk je familie en je vrienden achter. En zeker als er dingen te doen zijn in Nederland waar je graag bij wil zijn, is het wel lastig om ver van huis te zijn. Zeker als je nog jong bent, dan heb je toch het gevoel dat je wel veel dingen mist. Maar ja, het handbalspelletje vind ik zo leuk, dus ik denk dat het uiteindelijk wel waard is. Je kan altijd nog na je handbalcarrière natuurlijk terug naar Nederland. Dus. Handbal wil ik het liefst zo ver mogelijk komen en alles eruit halen wat erin zit. Ik probeer het wel ook stap voor stap te bekijken, want ik weet natuurlijk nooit hoe het gaat lopen en hoe het gaat. Maar ja, je wil gewoon sowieso Champions League spelen, dat is natuurlijk in handbal. En je bij je clubteam het vetste wat er is en een grote club. Daarnaast zit ik natuurlijk ook bij het Nederlands team nu, maar daar wil ik eigenlijk ook mijn rol zeg maar vergroten en steeds belangrijker worden. Ik denk dat ik vooral heel snel ben. Dat gebruik ik denk ik ook wel veel. Ik ga veel de duels aan, één training om echt er doorheen te gaan. Ik ben niet al te groot, dus van afstand schieten, dat laat ik vaak een andere over. Ik probeer daar eigenlijk het balans in te vinden om anderen, zeg maar, goede kansen te creëren voor anderen, maar ook voor mezelf om mijn duels aan te gaan en ja, om die 1-1 te kunnen winnen of ruimte te creëren voor iemand anders. Vanaf jongs af aan heb ik eigenlijk altijd naar het Nederlands team ook gekeken. En ik denk dat dat voor je eigen land spelen is natuurlijk wel het mooiste wat er is. En je hebt natuurlijk bij de meiden, heb je ze zien, op, zeg maar, zien groeien in het Nederlands team. En ze zijn een beetje vanaf niks naar medailles gaan winnen. En daar heb ik altijd naartoe gekeken. En dat is eigenlijk ook wat je zelf wil bereiken en dat je zelf op dat podium kan staan. Ik gebruik de producten van Blackroll eigenlijk vooral voor de training om warm te kunnen worden. Om spieren los te maken ook met de rol vooral. En ook na de training hebben we vaak bij de club ook nog wat ja, blessure preventietraining. Dus daar kunnen we de Loopband ook veel voor gebruiken om net wat extra spieren, zeg maar wat aandacht te geven dat die even wat aangespannen worden. Mijn familie is eigenlijk wel mijn grote support. Die hebben het vanaf het begin af aan, hebben ze me overal naartoe gebracht. Mijn ouders en ook met mijn zus, die zat natuurlijk ook op handbal. Dus wij gingen overal naartoe door heel het land. En daar hebben ze altijd wel in gesteund. En ik denk dat ik de kans kreeg om naar het buitenland te gaan, dat ze alleen maar enthousiast waren. En ook altijd bij het Nederlands team zijn ze er altijd bij. Nu rijden ze ook op en neer hier naartoe. Dus ze staan eigenlijk altijd voor klaar en supporten eigenlijk alles wat ik doe. Ik heb nu nog 2 jaar contract in Denemarken, dus daar zit ik sowieso nog 2 jaar hier. En daarna wil ik kijken zeg maar, waar ik sta in mijn handbalcarrière, hoe goed ik op dat moment ben en welke stap ik aan zou kunnen. En daartussendoor heb ik natuurlijk het Nederlands team, daar wil ik me door blijven ontwikkelen en hopelijk nog EK en WK en misschien wel Olympische Spelen over 2 jaar spelen. Ik denk dat het voor jonge meiden en jongens belangrijk is om plezier te houden in het spelletje. Te doen wat je leuk vindt. Veel trainen is belangrijk, veel herhalingen en naar je lichaam luisteren om jezelf niet te ver te pushen en vooral fit te blijven.